Hallo, ik wil met jullie een oefening gaan doen. Een hele mooie oefening, die kun je voor jezelf doen. Voor jezelf en over je eigen coachpraktijk. Maar je kan hem ook doen met een klant. Ben je geen coach of heb je ook geen coachklant? Doe hem dan voor jezelf. En overal waar ik coach zeg of coachpraktijk, vervang deze woorden dan voor het beroep wat jij uitoefent. Het is een hele mooie oefening, zo op een punt in een vakantie, als je even wil stil gaan staan van hey, waar sta ik nu en waar wil ik naartoe? Nou, wat heb je nodig? Je hebt een groot vel papier nodig. Dat kan een flip-over vel zijn of een minimaal A4. Ik hou van hoe groter, hoe beter. Stiften. Dat kunnen inderdaad van die merkstiften zijn of andere viltstiften. Natuurlijk ook potloden. En we gaan zo meteen tekenen en jouw oefening heet teken je groei. Maar om een beetje gevoel te hebben bij het tekenen zelf. Mensen denken dat je gelijk fantastisch moet tekenen. Nee, helemaal niet. Ik zal laten zien even snel wat ik heb getekend. Zien jullie het? Gewoon heel simpel. Van die, hoe noem je dat? Kopvoeters, poppetjes. En op mijn fantastische manier een paard getekend. Dus laat je vooral niet belemmeren door je eigen tekenkwaliteiten als die van dat niveau zijn als die van mijzelf. Goed, we gaan lekker beginnen. Zet een muziekje bijvoorbeeld zachtjes op. Zorg dat je in een ontspannen, relaxte omgeving zit. Dat je echt eventjes met jezelf aan de slag kan gaan. En je gaat tekenen alsof je groei een platte grond is. En we gaan op reis, dus je gaat een soort landkaart tekenen. De eerste vraag, ben je er klaar voor? Dus met je viltstift of je potlood ga je tekenen op dat vel papier. Waar sta jij nu? Hoe ziet dat eruit? Teken jezelf, dus een heel eenvoudig poppetje, en teken de emotie die bij je huidige coachpraktijk, of welk beroep je dan ook uitoefent, hoort. En als ik te snel ga, zet je gewoon even de video op stil. Dus waar sta je nu? Hoe ziet dat eruit? En teken jezelf. En teken ook de emotie die bij je huidige coachpraktijk of beroep hoort. En je kan dus een emoji erbij tekenen. Blij, boos, verdrietig, verveeld, ongedurig, tevreden. Teken deze emotie. Ja, staat hier op papier. We gaan lekker snel door. Teken maar, waar wil je naartoe als coach? Dus wat is jouw richting? Heb jij een eindpunt? Een stip op de horizon? Een globale bestemming? Of is die nog een beetje mistig? Is die niet helder? Of ben je misschien al op plek van bestemming? Teken wat voor jou klopt. Teken vervolgens waar je energie zit in je beroep. Als dat coach is in coaching. En wat staat symbool voor jouw energie? Teken een symbool. En nogmaals, zet de video stop als ik te snel ga. Eigenlijk is het mooiste is gewoon bam bam, gewoon gelijk het op papier zet. Niet nadenken, gewoon hop op het papier. Teken vervolgens je favoriete klant erbij. Of je favoriete collega, maakt mij allemaal niet uit. En heb je nog geen klanten, teken fantasieklanten waar je mee graag zou willen gaan werken. Teken die. Vervolgens wil ik je vragen, wat zijn de obstakels die je op dit moment tegenkomt in het uitoefenen van je vak, in het uitoefenen van bijvoorbeeld je coachvak? Teken maar. En zijn dat obstakels in jou of zijn het juist obstakels buiten jou? Teken ze allemaal die in jou en buiten jou zijn. Wat houdt jou op dit moment tegen in het uitoefenen van jouw vak?
Nu gaan we door naar het positieve. Wat zijn jouw sterke kanten in jouw vak? Jouw sterke kanten in coaching? Wat is in essentie jouw superpower? Teken hem maar. En wat zijn jouw valkuilen? Hoe zien die eruit? Kun je bijvoorbeeld goed grenzen stellen? Kun je goed nee zeggen? Teken maar eens jouw valkuilen. En tegen welke grenzen ga je aanlopen als je denkt aan jouw groei? Welke grenzen? Dus tegen welke grenzen ga je aanlopen als jij denkt aan jouw groei? Teken ze maar. We zijn natuurlijk inmiddels op reis, op jouw landkaart, richting jouw bestemming en je hebt een koffer bij je. Wat gaat jou helpen om je op je bestemming te geraken? Wie of wat zijn die hulpmiddelen? Wat zit er in die koffer? Dan kun je denken aan mensen, middelen, expertise, methodes. Teken ze maar. Denk ook aan symbolen, denk aan emojis. En waar kun je altijd op rekenen? Hoe ziet jouw leiderschap eruit tijdens deze reis? Kies weer een symbool. Waar kun je altijd op rekenen? Nou, we zijn aan het einde gekomen. En ik ben ontzettend benieuwd wat jou opvalt. Kijk eens naar je eigen tekening. Heb je bepaalde kleuren gebruikt? Spreekt er een bepaald symbool enorm uit? Heb je van links naar rechts gewerkt of van onder naar boven? Wat zegt dat jou? Zitten er bepaalde patronen in? Maar vooral, welk inzicht geeft deze tekening aan jou? Wat kun jij meenemen als je dit nou eens eventjes tot je door laat dringen? Dus vaak je onbewuste wat nu bewust wordt gemaakt door het tekenen. Nou, ik ben super benieuwd wat je hier uithaalt uit deze tekening. Ik vind het ook heel erg leuk als je eventueel een foto zou kunnen maken van de tekening. En die onder dit bericht zou kunnen plaatsen. Want dan kunnen we daar ook eventueel, als je het leuk vindt, feedback op geven. Nou, veel plezier vandaag verder en met je tekening.